Vorige keer in Jordi Season. Ik ben er net achter gekomen dat ik in een coma lig, ouwe. Hoe weet jij dit? Ik wil geen ruzie hoor, maar ik ga hem wel peren. Dit is de pas. Hier kom je de melkvleugel mee binnen. Voorzichtig, er zijn mensen daar. Harco, ja, fijn dat je bent. Ik zie ervoor om 10 minuten voor tijd in het publiek te gaan zitten. Directeur, u had aan mij gevraagd. Waar gaat de reis naartoe? Weet het zeker, Jeppe? Pardon? Of alles onder controle is, jong Jeppe. Ja, er is iets met elektriciteit. Oh, doet dit niet? Eens kijken. Nou, hier doet iets gewoon. Ja, maar dat is 230 volt. Die lampen staan op 230 volt. Oh. Ja, en de hele afdeling die moet naar 220 volt. Waarom? Dat is schoner. Wat een gepijp zeg. Ik word er knettergek van. En weet je, het energieverbruik gaat ook raar omhoog de laatste tijd. Moeten jullie dat nu vervangen? Bestaan of niet bestaan? Ja, daar zou je ook een keer over na kunnen denken. Succes, heren. Ontruim het ziekenhuis. Nu. Holy fuck. Oh. Wat gebeurt hier allemaal, man? Ik wist het. Ik wist het. Man, wat de fuck is dit? Oké, let's go. Harco! Holy shit, Han. Ze trekken hun hersens leeg. Help even. Hou vol. Vinger. Ik snap hier helemaal niks van. Er hoort daar iemand te staan. Er hoort daar iemand te zitten. Ik snap niet hoe dit kan, maar zo ver kunnen ze niet zijn. Het is allemaal potdicht, daar heb ik altijd voor gezorgd. Dim, daar moet je niet vertrouwen. Toen ik zijn gezicht zag, daar moet je gewoon niet lang over nadenken. Zo iemand moet je niet aannemen. Waar de fuck zijn ze? Het is onze toekomst, Jeppe. Kijk maar aan. Al die data die we hier uit de hersens trekken, zie je volgend jaar op televisie. Streamingsdiensten zullen hier miljarden voor geven. Algoritmes zijn het nieuwe goud. Ik ruik ratten. Het spijt me, Dirk. Het zal niet meer gebeuren. Je bent de teleurstelling voor je ouders, Jeppe. Met z'n allen door elkaar. Harco. Ja, met het grimmige geluid. Dankjewel, Harco. Hoe verklaar jij dit, hoe zal ik het zeggen, gênante verlies? Volgens mij is er niet zo gek veel aan de hand. Ik heb een prachtige tijd gehad hier en nou ga ik weer wat elders doen. Ja, vindt u het niet jammer? U had hier gewoon nog een contract. Nou, kijk, tuurlijk begin je ergens aan met het idee dat je het afmaakt. Maar ja... Soms komt er in life gewoon zo'n vette, nieuwe, mooie glimtrein voorbij rijden. Dan moet je gewoon opstappen. En dan moet je je mee laten voeren. Klopt het dat u niet meer welkom bent in de WhatsApp-groep van de spelers? Ik heb helemaal geen telefoon. Ze noemen u laf, ze noemen u makkelijk. Ze zeggen dat u scheid heeft aan het tjoe-tjoe-kanaal van de club. Scheid. Ja, op Twitter staat bijvoorbeeld dat die keepers zich helemaal niet veilig voelen. Maar dat kunnen we. Ja, we zitten toch gewoon ons werk te doen. Maar Harco, volgens mij... Ja, kom. Oké, Dim. We're ready. We komen naar boven. Dim? Ik hoor niks. Dim. Fuck it. Gewoon lopen. Blijven lopen. Nou, kom op. Ik probeer deze. Tijn. Ja, moet open. Bijzonder dat je als elektricien zijnde zo'n simpel deurtje niet weet open te kribbelen. Ja, goedemiddag. Ja, wij moeten die lampen zo snel mogelijk wegbrengen. Ja, voor het grof vuil dicht gaat. Kunt u misschien even die deur open doen? Geef haar kort terug. Nu. Jongens, ik denk dat iedereen op een gegeven moment op een punt is al even... Kijk, daar gaat u weer. Ik vraag niet naar iedereen. Ik vraag hoe dat bij u is gegaan. Ik geef je toch ook gewoon antwoord, of niet? Het spijt me echt heel erg, maar wij namens Omroep Zwart vinden dit gewoon heel erg vaag. Nou, dat kan, dat mag. Ja. Kom op, Jordi Season 1 leek u veel minder zoekende. Alsof je meer lol had en gewoon vrij was. U lijkt, ja, sorry, gewoon niet grappig. Harco, als jij jezelf in de spiegel aankijkt, wat zie je dan? Gewoon een mooie jongen die hartstikke zijn best doet. Zegt u daarmee dat u ontslag neemt? Ben je eigenlijk zelf mee? Het volk wil antwoorden. Dus nou moet jullie even ophouden. Ik ben er helemaal klaar mee. Gisteren was ik een of ander kind. Daarvoor moest ik eerste worden op een virtuele oorlogsplaats. Daar waar de vijand huist. Ik heb er gewoon genoeg van. U had het net over een vette nieuwe glimtrein die je moest pakken. Bedoelt u met die trein de actrice Hannah Hoekstra? Daar kan ik nog niks concreets over melden. Maar het zou natuurlijk wel godganse vet zijn. Een leven met haar. Ja. Maar hoe zou dat er dan uitzien, zo'n eerste date? We kennen elkaar nog niet. Ja, dat is wel wat mensen willen weten. Kies er nu eieren voor. We kennen elkaar nog niet, hè? Zou u dan jongens, naar een resort? Of? Weet ik niet wat voor vakantie je wil. Dat weet ik wel. Wordt het meer een doelvakantie? Ja, inderdaad. Weet jij niet? Ja. Jongens, doe eens. Het lijkt me toch wel. Daar zou je hem hebben, hoor. Mijn grote vriend. Dag, Snoep.